Verminder buikvet op 8 makkelijke manieren. Het verminderen van buikvet is misschien wel een van de grootste uitdagingen waar we mee te maken krijgen als het gaat om afvallen. Hoewel vet zich verzamelt op verschillende delen van het lichaam, is de buikstreek een van de moeilijkste gebieden om aan te werken, omdat je er veel moeite voor moet doen en veel wilskracht voor moet hebben. Door dieet en beweging kan er veel verbetering optreden als het gaat om het verminderen van buikvet, maar het is een goed idee om ook wat andere tips achter de hand te hebben zodat je in korte tijd een nog beter resultaat kan behalen. Buikvet is het moeilijkst te elimineren, omdat dit is waar het lichaam het meeste vet verzamelt. Als je je dieet verwaarloost, kan een foutje al het einde betekenen van weken of maanden van moeite. Vanwege deze reden moeten we ons vasthouden aan ons dieet en een aantal adviezen opvolgen om het gewenste resultaat te bereiken. Citroenwater op een lege maag. Het drinken van citroenwater op een lege maag is een geweldige manier om vet te verbranden en je buik platter te maken. Citroen bevat ontgiftende stoffen die helpen bij het elimineren van afvalproducten uit het lichaam en het bevorderen van de spijsvertering en vetverbranding. Meng het sap van een citroen met een glas warm water en voeg er een beetje zout aan toe. Drink dit iedere morgen op een lege maag. Witte rijst is een verwerkt voedingsmiddel dat het lichaamsgewicht verhoogt en buikvet bevordert. Als je een platte buik wilt hebben, probeer dan de volgende voedingsmiddelen in je dieet op te nemen. Volkoren, zoals volkorenbrood, granen, quinoa en havermout. Quinoa in het bijzonder is zo'n voedingsmiddel dat wordt aangeraden, omdat het geen cholesterol bevat, het niet omgezet wordt naar vet in het lichaam, het makkelijk te verteren is en heerlijk smaakt. Het is ideaal voor zwangere vrouwen en mensen die aan bloedarmoede, obesitas en celiakie lijden, want het bevat geen gluten. Door suikerconsumptie neemt het vet rond het lichaam toe, waaronder rond de middel. Voor een platte buik moet je suikerhoudende dranken, snoep en voedingsmiddelen met een hoog vetgehalte vermijden. Het drinken van water houdt het lichaam gehydrateerd, activeert het metabolisme en stimuleert de eliminatie van afvalproducten vanuit het lichaam. Ideaal gezien moet je 1,5 tot 2 liter water per dag drinken. Het water moet worden gedronken gedurende de dag. Het drinken van 2 liter water in één keer heeft niet dezelfde voordelen en kan zelfs schadelijk zijn. Hoewel de smaak en de geur van rauwe knoflook niet zo prettig is dat je het iedere dag zou willen eten, is dit wel de moeite waard. Het iedere dag eten van rauwe knoflook ondersteunt het dieet, wat helpt om vet makkelijker te verbranden. Het is aan te raden om 2 8-teentjes rauwe knoflook te eten, gevolgd door een glas water met citroen. Deze behandeling helpt bij het verbranden van vet en is ook goed voor het verbeteren van de circulatie. Het eten van meer fruit en groente. Een goed dieet om gewicht te verliezen en een platte buik te krijgen, moet een goede hoeveelheid groente en fruit bevatten. Vermijd verwerkte voedingsmiddelen en kies alleen voor biologische producten. Groenten en fruit moeten bij voorkeur rauw gegeten worden, los, in een salade of als natuurlijke sappen.
Het eten van verwerkte en bewerkte voedingsmiddelen is compleet in strijd met het krijgen van een platte buik en het verbranden van vet. Om buikvet te verminderen, is het heel belangrijk dat je verwerkt vlees, bloem en geconserveerd voedsel vermijdt, samen met andere voeding die veel calorieën bevat. Het is misschien moeilijk te geloven, maar kruiden zijn een geweldige aanvulling op ieder dieet en dragen bij aan gewichtsverlies. Populaire kruiden zoals kaneel, gember en cayennepeper activeren het metabolisme en bieden veel voordelen voor de gezondheid. Daarbij verlagen ze het bloedsuikerniveau, waardoor je diabetes voorkomt.